Het is pas na 37 jaar dat de eventuele verlenging van schooltijden in Suriname onderdeel is van discussies, meent Marcelino Nerkus. Gisteravond zijn tijdens een discussieavond de verschillende mogelijkheden besproken. Daarbij zijn de schooltijden van diverse landen in de regio vergeleken met de schooltijden in Suriname. We moeten kijken. Ik ben vakbondsleider, je denkt iemand dat ik over moet niet. Ik zeg nee. Ik kijk eerst naar die onderwijzers die nu op de basisschool zijn en een vervolgopleiding volgen en die aan hun carrière werken. We moeten geen situatie hebben van carrièrearmoede. Ja? Want 3 uur, hoe gaan ze de school verlaten om 3 uur? En dan gaan ze de opleiding 16:30. Je ziet je kinderen niet. Welke consequenties gaat dat hebben? Hoe laat ben je thuis? Ja? We zien dus maatschappelijke consequenties. We zien dus gevluchten doorheen. Grote concentratie in het verkeer, frustraties. En nervositeit bij kinderen. De school gaat uit. Ambtenarenkantoren gaan ook uit om 3 uur. Ouders zitten in de file. Kinderen beginnen te huilen. Oudmoeders worden nerveus. Die er niet voor staan. We moeten al deze dingen meenemen in de discussie. Volgende slide. Vlug. Aanbevelingen. Ja, ik moet het even zo doen. Ik ben gebonden aan tijd. Als Suriname mochten we zover zijn. Want je moet niet alleen zeggen van Imine Wanning, maar als het mocht komen, wat dan? Dan zeg ik, als Suriname, zover is, besteed aandacht aan de expressievakken gedurende tijdstip 1 tot 3. Want er wordt niet veel daaraan gedaan. Nerkus geeft verder aan dat er veel talent op scholen zit en dit benut moet worden. Volgens panelid Humphrey Bent moet het onderwijs in Suriname zich ook gaan afstemmen op de arbeidsmarkt. Om zo gericht arbeidskrachten te kunnen leveren. Die achterstanden zijn ook ontstaan door die opvoedingssituatie thuis. Die opvoedingssituatie in Marowijne, in Koroni, in Nikeri. De opvoeding die ik genoten heb, waarbij values, waarden van boy, zorg ervoor dat je naar school gaat. En wij als ouders zullen alles doen dat je toch wel op die maatschappelijke ladder kan klimmen. Die opvoedingssituatie in Suriname schijnt toch wel minder te zijn geworden in bepaalde etnische groeperingen. En dat is een belangrijke bronoorzaak van die achterstanden. Er is ook onvoldoende deskundigheid. Ja, en de competenties niet alleen maar, niet die papieren, maar ook de motivatie bij heel veel mensen die dat ondersteunend werk moeten doen. Bent geeft aan dat er bij de leerkrachten onvoldoende competenties zijn om de nieuwe Surinamer te vormen. Het klassikaal onderwijs zou doorbroken moeten worden.